U bent verantwoordelijk voor de organisatie van het Vierdepleinfeest bij Bosdaal. Hoe is het tot nu toe gelopen? Het is geweldig gelopen. Zeker natuurlijk ook door het weer. Beter weer als dit hadden we ons gewoon niet kunnen wensen. En het weer, wat dat betreft, je kunt alles regelen, je kunt alles organiseren behalve het weer. Dus echt helemaal top. Het voordeel is de zon dus. Hij breekt nu weer ondertussen door, zie ik. Er zijn een hoop mensen. Ondertussen is het weer een beetje af aan bouwen. Is het bijna afgelopen. Hoe is het eigenlijk gegaan? De opkomst is hoog geweest. Hè? Had u dat ook verwacht? Gezien het weer hadden we dat dit jaar wel verwacht. We zijn ook wat anders in opzet geweest. Dus wat meer verenigingen in de buurt betrokken. Verenigingen hier in Reuver. Dus mede daardoor hadden we ook gehoopt dat daardoor de opkomst wat groter was. Er was een hoop te doen voor burgers of voor inwoners van Bosdaal en Reuver om hier te komen kijken. Ook voor alles voor kinderen. Hoe is het eigenlijk allemaal opgezet, deze editie? We hebben een PR-groep hier in Bosdaal. En zo zetten we eigenlijk samen deze activiteit uit. We hebben verschillende werkgroepjes daarin. Een aantal mensen buigen zich over de kinderhoek. Kijken wat daar mogelijk is. Iedereen heeft zo zijn eigen stukje hierin. Is het de vierde editie? Wat gaat dat volgend jaar brengen? Ja, dat laten we eigenlijk nog open. Moeten we even evalueren hoe dit jaar is gegaan. En wie weet dat het volgend jaar weer een keer komt. Want we zien nu al van nou een grote parasiet op de achtergrond. Als het zou regenen, zou het tegenhouden. Ja. Is er ook over gedacht om dat dus ook extra daar neer te zetten, omdat het vorig jaar in ieder geval geregend heeft? Ja, dat was ook een beetje de insteek. De parachute houdt en regen tegen en ook de ergste zon. Dus eigenlijk voor al het weer is dit gewoon hartstikke handig. Ja. Nou is de muziekkeuze dus voor van alles wat. Wat heeft er vandaag al zoal opgetreden? Twee Reuverse koren hebben hier meegedaan. Het Reuvers Mannenkoor en Zanglus Vitaal zijn hier geweest. Daarnaast Marco en Sandra en Wil en Julia uit Bezel. En nu is Le Chic, die komt dadelijk weer eventjes een stuk spelen. Dus in ieder geval een lokaal feestje met lokale muzikanten? Ja, dat is wel de insteek. Ja. Nou is hier het Pleinfeest in Bosdaal. Wat heeft u als cliëntenraad in ieder geval gedaan deze editie? We hebben getracht om te vertellen aan het publiek wat hier van mij bij komt, wat wij als cliëntenraad voor de cliënten kunnen betekenen. En dat lukt vrij aardig. Want alle cliënten komen dus naar buiten toe, het is een gezamenlijk feestje. Heeft dus hier gestaan, wat waren zal de vragen vanuit de cliënten dan naar de raad toe? Dat is heel verschillend. Het nadeel is dat cliënten niet altijd bij ons terecht kunnen komen om te vragen wat ze precies willen. Het voordeel zou alleen maar zijn dat wij als cliëntenraad een soort intermediair zijn tussen de cliënten en de uitvoeringsorganisatie. En de samenwerking tussen de cliëntenraad en de uitvoeringsorganisatie is tamelijk goed. En daarvan lukt het ons ook om de opmerkingen die de cliënten maken ook met de uitvoeringsorganisatie echt te kunnen uitvoeren. Nou, zijn er dus een hoop mensen op de been geweest? Zijn er dus ook een hoop mensen bij u langs geweest daarvoor? Ik heb met drie mensen inderdaad een overleg gehad. Mensen klagen alleen maar als ze dus in de massa zitten. Als je mensen persoonlijk vraagt, dan klagen ze niet. Het gaat hier allemaal goed. En 95% van hetgene wat hier in Bosdaal gebeurt, is ook goed. En die andere 5%, er zijn 3% van. Dan denk ik, nou waarom klaag je? En dan blijft er dus 2% over die echt een reden hebben om te klagen. En dat klagen, dat praten we door met het management, praten we door met de verpleegsters die er zijn en die hun werk doen. En dat lost goed op. Nou, woont u zelf hier in Bosdaal, had ik begrepen. Wat vindt u van het Pleinfeest? Ik vind het een prachtig initiatief. En ik vind het ook een heel goed idee dat het gebeurt. En het is ook heel fijn als je ziet dat er dus op zo'n dag als vandaag minimaal 105 mensen aanwezig zijn geweest. Dat is alleen maar goed voor Bosdaal. Voor de zorggroep, want die doet het uiteindelijk, die hebt het geregeld. En dan denk ik, nou, als je dus op zo'n manier de zorggroep en Bosdaal naar buiten kan brengen, is dat een goede zaak.